Nee, mensen. Lekker even kijken. En die geluk die daar zie je, mensen. Ik ga even hier terug. Mensen. Heel erg lekker in Efteling. Super leuk. Ik wil ja, vanavond wel laten zien. Steek ik lekker mee. Lekker. Oké, dus voor mij even binnen bij de Efteling. Super leuk. En ja, mensen. Ik doe het helemaal goed vandaag. Lekker weer attracties doen. En ja. Kijk wel lekker weer werk. Ik ga lekker vloggen vandaag voor jullie. En super veel zin in. En ja, ik vind eigenlijk wel meer gemaakt hier op de Rijkers wel. Sowieso weer wat leuke attracties doen. Dus kijk en geniet lekker mee. Dus lekker. Ik wil nu even goed produceren normaal. Ik ben net binnen hier, dus ik hoef van nergens. Goed meisje. Het is lekker. Dus voor mij, ik ben net weer even in Pieter geweest. Niet onwijs gefilmd, maar ik ga gewoon onwijs filmen. Want dan kunt die trainen. We gaan echt vlak langs die baan. Zo dichtbij, eigenlijk waar ik niet vaak sta bij de meeste. Hier wel. Ja, is wel vet, ik kan het alleen niet aanraken, maar dat scheelt echt niet veel. Lekker. We kijken hier eraf remmen, superleuk. Met de Python. Om eerlijk te zijn, ik heb net 3 ritten gehad. Hè. Ik kan 3 keer blijven zitten. Dat is echt vet. Ik heb niet gefilmd. Misschien dat ik het weer in de volgende andere vlog weer wel even online ga filmen hierin, maar ja, als je dat echt weer andere vlogs, de vorige vlogs, dat ik dat wel hierin zit, met de actiecam zit te filmen en alles. En aan een tijdje, de volgende vlog zou ik het misschien wel weer wel doen. Ja, als je het leuk vindt, laat het sowieso weten hieronder. Nee, of de best niet. Maar in ieder geval, als jullie het ook leuk lijken, geef dan weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ja, lijkt me sowieso echt heel vet. Kijk, daar komt hij weer natuurlijk weer omhoog. Kijk, hier heb je dat remsysteem. Dus leuk gelijk je daarnaast de wissel, maar ze staan nu, om eerlijk te zijn, 2 treinen op. Maakt niet uit de logica, wat ik wel eerlijk zou te stellen. Ja, ik merk wel als er 1 trein staat, dan gaat de ketting wat sneller omhoog. Het is de trek die wat sneller omhoog. Krijg je toch alleen een gek trek. Maar in ieder geval, als je 2 treinen staat, staan, dan gaat hij langzamer omhoog. Dat is mij in ieder geval wel opgevallen. Ik ga sowieso meteen weer wel in een attractie waar ik wel in ga filmen. En dan zie je die zo meteen pas. Ja, als je zo gaat kijken, dus dan ziet het even nergens. Lekker. Deze maak je even al. Dan ga ik symbolica aan. Hartstikke leuk. Dan ga ik wel in filmen, dus dan mag ik gewoon hier. Ik had het nu met de camera die ik nou altijd vast heb. Ja, maar het is ook allemaal goed. Lekker. Dus even kijken wat ik nu allemaal wat voor een tour ik nou heb. Dat is zeer rij. Lekker. Welkom.
Bienvenue. Welkom in Symbolica. U gaat zo dadelijk op audiëntie bij onze koning. Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Onze koninklijke tovenaar? Wat een saaie boel. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. To run through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Traag treden, open u! Thank you.
the earth. And you will be magic. Tot snel. Dag. Ja, dag. Tot ziens. Het was maar een paar genoegen. Doei. Voorspel. Tot weer ziens. Het was een merkwaardige audiëntie. Ja, die van ons. Net voordat hij door de koningszaal in ging, zeg maar, stond hij heel even stil. Ja, was wel heel even. Wat de fuck is dat? Niet te zeggen, maar. Maar ja, even later deed hij gewoon verder en deed hij het weer. Dus, het is heel lekker. Ja, kijk eens wat ik hier film. In de rij van Droomvlucht. En is dat pauperdrek. Echt pauperdrek, mensen. Kijk die rij dan, echt niet normaal. Ja, ik heb zoiets van, ja, ik ga er maar inlopen. Want dan heb ik het toch weer gehad vandaag. Ja, het is dus een weekenddag. Ja, en in dat ik natuurlijk ben. Ja, nou, dan zijn er drie keer weer gereden. Maar ja, ik kan ook vaak alleen weekends. Dus. Oké, heel snel gebeurt wel eens dat ik door de week ben. Maar ja. Ja, doe je niks aan dat ik ga, loop gewoon maar de rij in. Ja, doe je. Lekker. Dit is voor mijn kerst al, ik zit net in die karretjes van het Heuvelucht. Dus de, ik ga hier ook in laten vinden, naar krapje te filmen. Zijn Droomvlucht, blijf leuk. Oh, en er is een keer donker, mensen. Oh, my god. Lekker. Ja, inmiddels te zijn Droomvlucht, blijf leuk.
zeg. Lekker. Er zit ook een karretje 2 van die dingen, hoor. Het zit dan naast met z'n gezicht. En die vrouw is van die schrik, daar gewoon een hartstikke god. Oei. Nou, kijk eens. Even sprookjes, Bosch. Was jij mee? Ja. Super leuk. Super lekker. Hè? Huh? Ja. Oh mijn god. Lekker. Het is een superleuke sprookjesbos. En oh ja. Kirkkoning. Hij doet het niet. Oh mijn god. Die is naar de Villa Senna. Hij die stel ik later. Die doet niet meer. Die is naar de Villa Senna. Wat hij doet, dat doe ik niet, maar laatst deed hij het wel nog. Ja. Ja. Nee. Ah. Laat het niet. Ja, hier, dat die spreukje van de zes zwanen, hè. Dat kun je die andere vlog ook nog zien, trouwens. Kan het hier hebben. Dus, zo'n vuur achterpuste op de waren. Die haar hand. Zijn daar, goed voet door hebzucht, waren er als eerste bij. En ik? De huisloof mocht niet mee, moest poetsen, want dat paste mij. Auw, de poetsen! Ze hebben de schoenen al gepoetst! Nee, de mijne! Ik heb de mijne! De mijne! Schiet op, lelijk! We gaan wel boven! Ja, we gaan even op je toe! Dat is prima! Toen jij reeds naar de botel waren, huilde ik met de moederschap. Een jurk van goud en glazen muiltjes waren wat haar goede geest mij gaf. Haar stem zo hemel sprak, ga snel, maar hij is geen zo van de man. Voor klokslag 12 moet je vluchten, is het feest voor jou gedaan. Ik bezocht het bal gelijk een dame, hij vroeg mij ten dans, de prins. Wij werden daarop snel verliefd, verlegen, blozend enigszins. Toen plotsklaps, de klokslag 12.
postpoester, wegruiner. En natuurlijk, dat is het strikje. Lekker. De herberg erachter. En daar hebben we de spoorkeuring bij, volgens mij. Sneeuwtje, de grafensneeuwtje. Oh mijn god. Lekker. De spoorkeuringsbos blijft leuk. Ja. Dat is van... Komt allemaal goed, mensen. Dag mensen, trollenkoning. Morgen moet je bij Milan gaan staan. Ze staan achter de Milan. Achter een vinkje gaan staan. Ja. Het is Severnes. Na 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 na. Ja, 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 ja. Oei, 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 oei. Ik hier bij de Duitse schoentjes. We zijn nog maar. Ticket! Ja, dat heb je nog hier, maar dat lukt nog niet uit. Misschien dat ik er nog wel een keertje doe, maar. Koffie nergens wel. Lekker! Jok is voor mijn kerk gewoon. Spoedig bij, maar ik loop even een andere ingang weer in. En dat kun jullie weten zien. Trollenkoning. Maar is superleuk. Dan heb ik de andere dag een spoedje van af en dan. Zelf, ja, hier staat uitgang. Ja. Ja, ik weet ons ook niet. Ik weet niet of de erin hadden, dan laat hij hier weer uit. Ja. Om eerlijk te zijn, best grappig. Ja. Die Chinese huis, kun je die andere vlog wel zien? Ja. Chinese huis is wel leuk. Maar ja, kom maar goed. Hi! Ik ben even langs de vaag hier, je weet toch? Lekker. Laten we lekker buiten voor zijn ding, maar uit is het trouwens zo weer naar binnen. En dan zien we naar boven. Dan gaat hij op zijn vliegen te buiten liggen, maar laat hem lekker in, mensen. Maar ja, joh. Blijf lachen hier, spookjesbos.
Oh god, je hebt wel een sprookjesboom achtergrond. Ja, ach ja, best grappig. De eerste die hij tegenkwam was heks en door de liefdesdrang werd Wolf meteen verliefd op heks. Oh mijn god, dat is weer een sprookjesboom. Ja, laat van lachen gelopen, maar ach ja, wat mij doet, kijk mensje. Ja, ik doe nog eens het nieuwe kleren van de keizer en langs de kniezer, want die is ook weer geinig, mensen. Kijk, ik loop nu op dat pad hier en hierachter heb je die bosje. En je hoort kniezer wel, maar ik moet er wel eens even voor omlopen. Dus over hier is de achterkant van kniezer. Kijk, hier is net de achterkant van kniezer. Even mensen die rechts. Oh, dat is best grappig, mensen. Kniezer. Maar ja, blijf lachen, kniezertje. Maar ja. Doe je eraan, hè, mensen? Ach god, nieuwe kleren van de keizer, hè, mensen? Blijf lachen. Ja, lachen. Oh my god. Ja, mijn god, maar even langs kniezoortje. Met die is ook. Binnen een vlog zit hij erin. Nou, wel leuk. Wat de rest, hè? Zegt hij, volgens mij is die slag. Gaat die lapjes niet moe. Dat is een ding hoor, kniezoortje. Ja, knies in de kniezer slaapt. Hij was wakker, ja, kniezer. Oh god, hij is wakker. Nou, niet kniezende kniezer zou heen. Welke naam zou ik dan voor mezelf kiezen? Moeilijk. Nou niet, eigenlijk niet. Jeroen? Jeroen Bos? Of van de boom, kan ook nog. Oh my god. Het wordt hier nog een vrolijke boel. Hier is nog iemand. Hallo, ik ben Kniezende Kniezoor. En ik sta hier al ruim 100 jaar. Hier op deze plek. Als je dus de volgende keer terugkomt, is de kans groot dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Ja. Ik kijk daar nu al naar, hè. Jo, mensen, doe maar af, kniezer. Ja, mensje, kniezertje. Oh, wat een ding, zeg. Wel leuk, je hebt een meisje van zwerfverstakjes. Misschien vind ik het ooit nog wel een keer in een andere vlog. Maar, zie jullie van nergens wel, mensje. Als je nog abonneert. Maar er komen nog wel weer een aantal leuke vlogs aan. Ik vind een aantal zat leuke vlogs. En nou ja, het blijft gewoon leuk. En mensen. Ja, ik vind het ergens. Ik hoop dat het weer goed. Ja. Oh ja, ik heb weer langs. Weet die Rijpen? Hè? Niemand weet. Dat hij er even steeds uit. Oh my god. Ja. Hey. Hey, weer even een personeel hier. Ach ja. Niemand weet.
ik rimpelstieltje heet. Oh mensen, het is lachen. Rimpelstieltje. Oh god. Echt ja. Lekker. Mensen, het blijft leuk. Even een rijtje zien en dan zie ik jullie even nee. Hier alweer. Mensen, ik zou zeggen lekker lekker. Ja mensen, vatten we gaan en grappig. Lekker lekker. Zo zie je naar een vierkje daar. Grappig. En hier heb je. Ja, ik ga toch maar even vatten we gaan en ja. Dat komt, staan maar 10 minuten, maar ik geef het 10 minuten. Oh mijn god. Leuk die term, ja. Voor mij de gate. Sorry. Lekker. Hey mensen. Dit zijn jullie alle wachten, 10 minuten. Nou, ik heb nu dus ik 5 staan, maar op de 0 minuten. Ja, dat is toch eerlijk gezegd wat beter. Maar ja. Klein leeuwtje, hè. Super leuk, mensen. Ik zit natuurlijk even een film in. Gaat hem gaan, hè. Mensen, ik zou zeggen, kijk lekker mee. Lekker. Mensen, zit ik dan met Fata Morgana?
net aan het filmen denk ik, sinds jullie merkt ik ben. Dat jij, mag jij toch niet meer wat te kijken thuis? Weet op een nachtje. Ik zei dat ik misschien een andere vlog misschien weer in de Python ga. Maar ik zei nou, ben je bij de Python? En ik heb het toch niet laten om erin te gaan. Ja, ik ben er wel in geweest vanochtend. Om er mijn actiecam in te gaan filmen. Dus de mensen, ik zou zeggen, kijk lekker mee. Die duif is sowieso mag. Dus ik ga nu allemaal het filmen. Dus kijk lekker mee. Lekker. Lekker, lekker.
Hier kijk ze mij echt wel leuk. Daar heb ik een pietje gedaan. Echt super vet. Eigenlijk zou ik hem eerder in een andere video tevoren vlog was filmen. Maar ja, ik kon toch niet laten daarin ook nog eens een onwijd te maken. Maar ja, het was wel super vet. Piet hem blijft leuk terug, zie je dus. Ja. Iedere kanaal. Ja, vond je deze video trouwens ook hartstikke leuk. Die hele vlog dat ik in de andere attracties geweest ben, zoals Droomvliegers, Worldcast, Sportjesbos en weet ik het wat. Geef dan sowieso veel blauwe duimpjes omhoog. Deel het met iedereen en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende vlog weer. Of volgende video. Ik zou zeggen, lekker.